Welkom bij een nieuwe aflevering van Rail Runners. Het is weer vroeg, we gaan weer naar een nieuwe stad. Vandaag naar de stad waar de gloeilamp vandaan komt. En waar koning Willem-Alexander baron van is. We gaan naar Eindhoven. In Rail Runners laten we zien dat Nederland niet alleen bestaat uit koeien, kaas en klompen. Nederland is namelijk mooier dan je denkt. Daarom nemen we je elke aflevering mee naar een nieuwe bestemming. Na ongeveer een uur en een kwartier reizen vanaf Amsterdam zijn we aangekomen hier in Eindhoven. En Eindhoven bestond vroeger uit maar 3 straten en tegenwoordig is het uitgegroeid tot de 5e grootste stad van Nederland. Dat komt doordat de gloeilampenfabrieken van Philips hier werden gebouwd. En dat heeft ervoor gezorgd dat Eindhoven als lichtstad wordt genoemd en tijdens de carnaval als lampengat. Recht hier voor het station staat deze vriendelijke man je op te wachten en je te verwelkomen in zijn stad. Dit is Anton Philips en Anton heeft ervoor gezorgd dat Philips zo groot is als dat het nu geworden is. En zijn zoon Frits heeft ook een standbeeld hier in de stad. En dat is op de markt en daar gaan we nu als eerste naartoe. Dit is dus Frits. En Frits leidde in de Tweede Wereldoorlog het bedrijf Philips. Hij heeft een deel van zijn Joodse personeel proberen te redden, alleen dat is helaas niet gelukt. Maar misschien maakt dat het wel dat hij de koning van Eindhoven wordt genoemd. Het standbeeld van Frits staat hier op de markt. En nu zijn er heel veel carnavalswerkzaamheden. Alleen zomers zijn hier lekkere terrasjes te vinden. Het standbeeld is niet het enige van Philips, want er ligt hier nog een hele atoomschuilkelder onder. Maar er is geen dreiging, er zijn geen terrasjes, dus ik zeg, laten we nog even doorgaan. Dit hier achter mij is de Catharinakerk en deze is in de 19e eeuw gebouwd om de andere Catharinakerk die hier stond te vervangen. Eindhoven ligt onder de rivieren, wat betekent dat de meeste gelovigen hier katholiek zijn. Oké, hier onder de kerk, daar is Stratum's Eind en daar gaan we nu heen. Kom je mee? Dit is Stratum's Eind en Stratum's Eind is de langste uitgaansstraat van Nederland. Je kunt je dus wel voorstellen dat in combinatie met Eindhoven als studentenstad, dat het met de carnaval hier echt een gekkenhuis is, want Eindhoven de gekste. Staat dat erop? In de buurt van het Stratum's Eind ligt het Van Abbe Museum. Dit museum is HET museum voor de hedendaagse kunst in Europa. Het museum is opgericht door Henry van Abbe, een kunstverzamelaar die vooral geïnteresseerd was in moderne kunst. Je zult er dus geen Van Gogh, Rembrandt of Vermeer vinden, maar er is een uitgebreide collectie te vinden van onder andere Picasso, Kandinsky en Karel Appel. Dit is het 18 septemberplein en het 18 septemberplein is vernoemd naar de dag waarop Eindhoven is bevrijd in de Tweede Wereldoorlog.
Er staan veel verschillende opvallende gebouwen, waaronder winkelcentrum Piazza. De Italiaanse architect Maximiliano Fuxas heeft naast het winkelcentrum ook de Blob en de Bubbel ontworpen. De Bubbel is een zeepbel van glas en staal en de Blob moet een spaghetti-achtige brei van data voorstellen. Ook hier zijn de sporen van Philips nog goed te zien, want daar is de lichttoren en daar werden vroeger gloeilampen gemaakt. En tegenwoordig is het een woon-, werk- en ontspanningscomplex. Wist je dat er in Eindhoven elk jaar het Glow-festival wordt gehouden? Bij dit openluchtfestival kun je een route lopen van ongeveer 6 kilometer door de gehele binnenstad. Hierbij kom je langs meer dan 30 lichtkunstprojecten van kunstenaars en ontwerpers. Ook worden kenmerkende gebouwen belicht, zoals de Blob en de Catharinakerk. Daarnaast zijn er andere bijzondere projecten, bijvoorbeeld de Trees of Life. Mensen van over de hele wereld komen kijken naar dit bijzondere festival. De inspiratiebron hiervoor is de gloeilamp van Philips. Op een paar minuten vanaf het centrum ligt wat als vroeger bekend stond als de Verboden Stad. Deze wijk was namelijk alleen maar toegankelijk voor Philips-medewerkers. Ik heb het natuurlijk over Strijp S. Vroeger was dit dé plek waar apparaten werden uitgevonden en geproduceerd. Maar tegenwoordig zijn hier veel hippe winkeltjes en horecazaakjes te vinden. Ook zijn een aantal oude fabrieksgebouwen omgetoverd tot creatieve werkplekken of luxe woningen. Een van de meest kenmerkende gebouwen op Strijp S is het klokgebouw, vernoemd naar de enorme klokken op de toren. Dit voormalige fabrieksgebouw dient nu voor evenementen, zoals ook de Dutch Design Week. In deze week wordt op meer dan 100 locaties in Eindhoven alles wat te maken heeft met design tentoongesteld. Ook NatLab laat het vooruitstrevende karakter van Eindhoven goed zien. Het was namelijk ooit het onderzoekscentrum van Philips. Tegenwoordig wordt er op een andere manier onderzoek gedaan en is het een plek waar de grenzen van muziek, beeldende kunst en film worden opgezocht. Ten slotte zijn we hier bij Area 51 en Area 51 is een skatepark en je kunt er ook lekker BMX'en en dat is het leuke van Strijp S, want je kunt hier dus lekker creatief bezig zijn en veel urban sports doen. Doei! Nou, dit was Eindhoven. We hopen dat we een beetje een goed beeld hebben kunnen laten zien. Natuurlijk kun je niet alles zien, dus kom vooral een keer zelf naar deze stad toe. En volgende keer gaat Simon naar Urk.